Yo mensen, welkom bij een nieuwe Minecraft-video. Dit is gewoon het vervolg op die we net maakten. En we gaan gewoon gelijk verder waar we gebleven waren. En de nacht is gedaan. We hebben ook gelijk even wat klei gehakt. Dus we hebben nu een ijzeren zwaard, hè? Wat dan, stenen zwaard, I don't know. Kijk, de overgebleven monstertjes. Maar we gaan nu gewoon op zoek naar resources. We gaan kijken voor weet ik voor wat, hout, steen, allemaal andere dingen. We gaan weer terug waar we waren, die plek waar we net waren geweest. Of we kunnen ook gewoon hier. Oh nee, laat maar iets hoog. Zo, we gaan gewoon verder. We gaan gewoon even kijken. We gaan niet weer die tombe in. Was geen goed idee. En zo. Het gaat echt even wat sneller met die sprintknop. En nu zijn we tenminste ook iets beter voorbereid dan net. Nou, eens even kijken. En alvast eventjes een varkentje killen. Hoort er natuurlijk ook bij. Gaat een stuk sneller ook met het zwart. En een koe, die willen we ook. Oeh, oké. Hupsakee. Nou, laten we gewoon een beetje de wildernis in duiken. Laten we gewoon even hier op gaan springen. Hupsakee. Hup, 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 hup. Misschien komen we hier wel in een epic grot uit. Je weet het maar nooit. We gaan gewoon een beetje graven. En van deze resources kunnen we dan ook een wat gelijkmatigere fort gaan bouwen. Niet alle materialen door elkaar, dat ziet er natuurlijk niet zo heel mooi uit. Is altijd wel leuk van Minecraft, gewoon een beetje in het niets graven. En soms kom je gewoon op allemaal aparte dingen uit. Zo was ik op de PlayStation 3, weet je wel, ging je graven, graven, graven. Kwam je opeens en allemaal diamanten uit en allemaal een hele lava onder, weet je wel. En dat is gewoon wel tof om dat soort dingen te ontdekken. Maar hier gaat niet heel veel gebeuren, denk ik. Maar je weet het nooit. Het kan achter dit muurtje zitten. Of achter het volgende muurtje, het kan allemaal. Maar ja, als we zo diep gaan, dan willen we sowieso wel een paar fakkels eigenlijk hebben. Dus we laten het hier even bij. Oké, nou ja, in ieder geval we hebben iets verkend. Oh kijk, kijk eens even. We hebben hier, als het goed is, een grot. Kijken hoor. Zo, dat moeten we ook, dat is ook wel handig. Kijk eens even, dat gaat goed. Zo. Oké, enough. Oké, toch nog hier twee. Oeps. Wat is het eigenlijk? Het is volgens mij steenkool. Mooi. Daar kunnen we dus mee koken en zo, volgens mij. En dat wil je natuurlijk wel hebben om je vlees te maken. Om een kom om stoofpot te produceren. Nou, helemaal geweldig. Eens kijken of we daar iets binnen vinden. Ja, maar er zijn wel monsters. En dat is natuurlijk niet zo chill. Eens kijken of we die creeper gewoon een beetje kunnen lokken. Dat hij zich dan gewoon daar laat exploderen. Dat zou mooi zijn. Ook al
Oh jee, en verder ook. Het is een gevaarlijke grot. Hij wordt verbrand. Mooi joh. Oeps. Nou, creepertje, kom maar. Laat je maar ontploffen. Zou weer heel riskant. Maar ik denk dat dit niet gaat doen. Denk het niet. Kunnen we misschien van deze kant erin? Hakken, hakken, hakken. Ook zie daar zo'n. Een slender guy. Ja, ik ben nu toch echt een beetje te zwak nog om in die grot te gaan. Ja, dames en heren, de keel werkt niet helemaal mee. Zo, flink groot bos. Moeten we toch eens even van profiteren. Denken jullie ook, oh nee, gaat hij weer saai hout hakken? En dan hebben we niet eens een wood axe bij ons. Nou ja, dan gaat het ook niet door. Ja, zonde van het vlees dit, omdat je het gewoon als je het kookt, heeft het veel meer voedingswaarde. Dan heelt het veel meer. Ik krijg veel meer hartjes erbij. Nou, dan met een koe. Ik heb hem gered van een verdrinkingsdood. Hey, het komt me ook niet bekend voor. En kapot. Of hier? Hier kunnen we ook even kijken. Een leuke grot. Altijd leuk. En ik zie een bloemetje. Helemaal geweldig. Nou, hier moet je toch eigenlijk een fakkeltje voor hebben. Ja, wordt lastig, wordt lastig. Ja joh, dat komt allemaal nog wel hoor, de grotten. Ik bedoel, het is eerst toch gewoon heel veel dingetjes verzamelen. Een goede thuishaven bouwen. Nou ja, wat ik nu heb is natuurlijk nog niet helemaal geweldig. Dus ja, zo gaat het zich een beetje ontwikkelen en zich uitbreiden. Oh ja, wat trouwens ook heel belangrijk was, dat kan ik me nog wel herinneren van de PlayStation 3 versie. Is dat het handig is. En dat heb ik nu niet gedaan, is om fakkels mee te nemen. En dan kan je een beetje je plaats peilen, waar je nou bent geweest. En kijk, tuurlijk, soms herken je ook wel dingen, maar met die fakkels, dan is het gewoon makkelijker, want dan heb je een herkenningspunt door die fakkel. Ja, en dat hebben we nu dus niet gedaan. Dus ja, soms kan het dan wel zo kloten zijn dat je echt een hele nacht even snel iets moet bouwen. En dan daar maar moet zien te overleven. Maar ja, volgens mij hebben we nog wel eventjes tot de nacht. Maar we gaan nu wel. Kijk, hij gaat al onder, zie je? Gaat langzaam onder. Oké, nou ja, we moeten even de weg een beetje terugvinden. Ik denk namelijk dat het die kant op is. Nou, en anders moeten we snel een. Ja, het gaat heel snel, die. De zon. Oké, eens kijken hoor. We zijn helemaal de weg kwijt. Nou, we hebben genoeg kei. Dus daar kunnen we sowieso een klein bunkertje van maken. Ik ben echt helemaal de weg kwijt. Volgens mij waren we net ergens op die berg. Oh shit, hè. Ja, dat is wel leuk van Minecraft. Want dan word je gewoon aan je eigen lot overgelaten. En dan, weet je, je mag het zelf uitzoeken. Zo gaat het. Oké, jongens. Eens kijken. Volgende keer die fakkels zeker mee. En dan kunnen we herkenningspunten maken. Nou, nu wordt het helemaal lastig, want het gaat nu donker worden. Nou, dit is gewoon. Ja, dit herken ik sowieso allemaal niet. Een heel paddenstoelengebied. Wel even kans om ervan te profiteren.
Hoppakee. Nou. Ik denk dat we maar een bunkertje moeten gaan maken. Anders wordt het lastig. Volgens mij ga ik nu namelijk helemaal de verkeerde richting in. Ja, dit is echt helemaal de verkeerde kant op. Ik moet even een hoog punt vinden. Dan kan ik een beetje... Wow, ik word ook gelijk aangevallen door een creeper. Hij creept letterlijk op je. Ja, we zijn dood. Nou ja, het was te verwachten. Dan is het ook gelijk het einde van deze aflevering. Maar het maakt niet uit. Ik bedoel, we hadden wel veel resources. Hele dingetje voor niks. Maar maakt niet uit. We hebben toch een leuke aflevering. Ik zou zeggen, vond je dit leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En als je het helemaal leuk vond, abonneer dan ook eventjes. En ik zou zeggen, ik zie jullie later.